Ik ga een uurtje snoeken voor het eten in dit kanaal, waar een meter of vier water staat. Dit is wat ik meegenomen heb. Een klapnet, een shed, een hengeltje, een molentje en een rugzak. Ik laat zo even zien hoe en wat. Mooie baars, op een 11 centimeter shed notabene. Nou, te trekken. Ik heb geen meetlint bij me, maar dit is een hele zware vis. En wel, voor deze tijd van het jaar. Dat gebeurt niet vaak, je zo'n zware vis vangt. Althans, ik niet, met mijn kunstaarsjes in de polder. Hele mooie. Ja, hij zit dik over de meter. Maar ik weet niet hoe groot, ik zeg al, ik heb geen... Geen lint bij me. Prachtige vis. Het is lang geleden dat ik zo'n zware vis gevangen heb. Zo'n 10 kilo plus. Nou, ze vindt me niet aardig, geloof ik. Ik ga hem maar snel terugzetten. Geweldig. Heerlijk, als een klein spinengeltje. En op een plek waar ik nog nooit iets heb kunnen vangen. Dat is ook altijd prima natuurlijk. Ze gaat terug. En ze heeft persoonlijk afscheid genomen van me. Ik heb een klein aandenken eraan overgehouden. Dat hoort erbij.